de bezoeker wat hij ontdekte. Ik zag halverwege de plek naar het graf toe zijn in de ketting liggen. Ik denk bij mezelf, dat is wat gebeurd. Dat weet ik nog niet, maar dat zie ik wel. Dus ik leg de ketting hier neer en ik kijk rond en ik wist... een dikke 60 centen grafzerk, die ligt gewoon plat. Onduidelijk is wanneer het precies is gebeurd en wie voor de grafschennis verantwoordelijk is. Amerikaanse militairen in Afghanistan hebben foto's van zichzelf genomen, terwijl ze poseren met de verminkte lijken van zelfmoordterroristen. De foto's kwamen terecht bij de LA Times, er is een onderzoek ingesteld. En volgens Anders Breivik moet Noorwegen rekening houden met nieuwe aanslagen. Dat zei hij tijdens de derde dag van zijn proces. Zeker twee andere leden van de Orde van Tempeliers zouden Noorwegen willen aanvallen, zei Breivik. Vijf jaar weer vanavond en vannacht nog een paar buien en minimaal een graad of 5. En morgen weer een mix van zon, wolken en wat regen. En het wordt dan 12 tot 15 graden.